kijk er eens even aan. De jongens van de zoekgroep Noord-Holland, die zijn al begonnen. Ik ben wat later. Ja, ik hou een beetje van uitslapen. Tenminste, het is 8:30. Nou, dat vind ik een mooie tijd om te beginnen. Wel een rit achter de rug. Helemaal naar Noord-Holland. Maar goed, we zijn er. Zo, eens even kijken wat die jongens al gevonden hebben. Fred, dankjewel voor de uitnodiging. Oh, wat leuk. Fred, dankjewel voor de uitnodiging. Tenminste, eigenlijk de hele groep natuurlijk. Maar jij was degene die contact heeft opgenomen en mij uitgenodigd om een dagje mee te zoeken. Leuk. Ik moest natuurlijk wat terug doen, hè. Ik heb een mooie prijs van je in ontvangst mogen nemen. Nee, die heb je gewonnen. Daar stond hem al kiet mee. Al zit al geramd, want die heeft waarschijnlijk, hij denkt zelfs dat het een zilver is, maar hij vond een munt uit Spanje. En voor de rest, we zijn... Nou, dat kan, want eerste helft van 1600 hebben hier heel veel Spanjaarden gezeten. Ietsje terug, een paar kilometer terug, heb een bezetting van 3000 Spaanse legermannetjes hebben hier gezeten. En die hadden het hier een beetje voor het zeggen. Dus als je op een goed stukje grond zit, dan kan hier wel een Spaanse soldaat met zijn salaris gezeten hebben. Als je even een dopje hebt gemaakt in het lange gras, is alles uit zijn zak gevallen. Ja, leuk. Nou ja, laten we zien. Het is wel wat storingsgevoelig hier, merken we. Sommige detectors die reageren een beetje... Ik heb er twee bij me. Een Nocta heeft er last van. Ja? Ik heb een Quest en Paul heeft een Quest. Allebei Q30, die hebben er geen last van. Of bijna niet. Nee. En we hebben ook een XP Orx. Ja? Die heeft ook wat last. Ja. Ik heb de Q60 bij me, maar ik heb eigenlijk als eerste de Apex bij me. Omdat ik heb de update erop gedaan en ik heb er nog niet mee gelopen. Dus ik wil even weten hoe die update is. Dus we gaan hem maar even aanslingeren en dan gaan we lekker zoeken. Ja, succes. Dankjewel, jullie ook. Hij stelt me net even voor, hallo, ik ben Paul. Ik denk dat ik een Spaans muntje gevonden heb. Ik weet niet zeker hoor, misschien is het wel zilver. Die trekt er gewoon een uitmuntende Romein uit. Maar is het zilver? Ja, dit is 100% een zilveren Romein. Zou jij hem om willen draaien? Want ik heb een handtekort. Ik moet wel op, er zit wel scheur in. Nou, dat ziet er knap uit hoor. Nou, ik denk dat heel veel mensen jaloers op deze munt gewoon zijn. Sowieso. Potverdorie, gewoon een dikke Romein, hè? En dan sta ik altijd springen met een duimpje van 1600. Tjonge, jonge. Nou, gefeliciteerd. Nou, dan moeten we de prijs maar even veranderen. Is er iemand die een Romein heeft toevallig? Nee, ik zat net tegen Fred te vertellen. Hoi, ik ben Ruud. Ik zat net tegen Fred te vertellen. Ik heb een vondstentasje en een patch bij me. En degene die de meeste muntjes vindt, die krijgt gewoon die patch en die tas. Dat vond ik gewoon leuk om even mee te nemen. Nou, maar we hebben al een winnaar. Ik heb de detector nog niet eens aangezet en we hebben al een winnaar. Wauw. Ik denk dat het een Spaanse was, man. Nee joh, dat is een Romein. Nou heb ik niet zo heel veel verstand van Romeinse munten, dus ik durf ook niet te zeggen welke het is. Dat ken je dan niet? AliExpress, toch? Nou, ja, normaal gesproken, dan zeg je van oké, hoefijzer, kleur in de tas en klaar. Maar nu, omdat dit toch een hele oude stek is, ga ik toch even beter kijken. Je wordt toch even wat oplettender. Maar ja. Waarschijnlijk is het gewoon een stuk hoefijzer. Maar we zien het wel. Toch, Fred? Misschien is het wel een werktuig of zo. Ja, nou, ik dacht eigenlijk meer... Ja, het is... Hij heeft de vorm van een hoefijzer. Zo gebogen, maar... Nou, ik vind het moeilijk. Ik ben natuurlijk geen professionele archeoloog. Dus ik moet ook altijd goed kijken en goed onderzoek doen. Ja, waarschijnlijk is het helemaal niks. Maar ja. Je zal het maar hebben, Ruud. Ja, je zal het maar hebben. Precies. Dan heb je weer meer dan niks eigenlijk. Precies. Kijk, een netverzwaring. En het leuke hiervan is, ja, de geschiedenis hier is water, 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 water. Dus ja, het is vrij logisch dat je ook netverzwaringen vindt. Leuk.
Ik heb niet genoeg verstand van deze munitie om te zeggen wat het precies is. Maar ik weet wel dat het uit de Tweede Wereldoorlog komt en dat die lekker groot is. Je ziet hier ook nog de geleide strepen. En het puntje is krom. Dus hij zal iets geschampt hebben misschien. Ik weet het niet. Maar zo zie je me weer. Dan heb je dus op een veld van Romeins tot aan Tweede Wereldoorlog. Dat maakt het wel heel interessant. Leuk. Ik zei zo net al dat de geschiedenis hier al water, water en nog eens water is. Nou, je hoeft niet ver te graven, hè, voor een beetje water. Nee. En wat had je? Ik had beter mijn waterpak mee kunnen nemen. Ik had een netverzwaring. Oh, netverzwaring. Ja. Het is netverzwaring. Loopt even zo. Fred komt niet meer bij. Oh, ja, dat ben je uit de voeten uit. Hey jongens, we kwamen er zo net achter dat dat ook bij 11 hoort. En jij redt het? Ik denk dat ik het red. Nou. Ik denk dat ik het red. Ik denk dat ik de camera steady hou. Maar ik denk niet dat ik het ga doen, want ik ben met Erik. En als ik een nat pak heb, dan mag ik niet in zijn auto. Nee, niet mee. In de kofferbak. In je onderbroek. Oh, leuk. Dood als een gladiolen. Nou. Nee, ik doe toch niet. De boer sms't me net of je terug wil springen. Het begint ondertussen slecht weer te worden. Maar in ieder geval nog een soort van knopje. En ik hoorde daar iemand roepen, een munt, een munt, een munt. Dus er komt nog wel weer wat. Zal ik nou ook een Romeintje hebben? Kijk hoe dik die is. Nou, ik kan er nog niks van zeggen, maar dan moet ik thuis even schoonmaken en kijken. Dat zou dan twee Romeintjes zijn. Ik doe eens even. Ik moet mijn naam natuurlijk wel eer aan doen, hè. Hij focust voor geen meter meer. Nee? Nee, ik weet niet wat er aan de hand is. Nou ja, ik hou hem gewoon wat verder weg. Kijk, toch nog een soldaatje. Hey, dat is leuk. Hey jongens, dik bezig met alle supervondsten te vinden. Uiteindelijk één zeker weten Romein en ik heb dan één twijfel Romein. Ja. En uiteindelijk dan nog een soldaatje en nog wat andere leuke dingetjes. En Fred niks? Of wel? Ik heb een beest van een hoefijzer. Een beest van een hoefijzer. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan eventjes niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren, maar... Vergeet ook niet eventjes op YouTube op te zoeken. Fred? Metaaldetectie Noord-Holland. Metaaldetectie Noord-Holland. Metaaldetectie Noord-Holland heeft ook zijn eigen YouTube kanaal. En Insta. En Instagram en Facebook. En ze zijn nog niet zo heel lang bezig, dus ze kunnen jullie support eigenlijk wel heel goed gebruiken. Leuke, gezellige ploeg uit Noord-Holland die puur en eigenlijk heel puur met de hobby bezig is. Top!